Hoi, waar gaan we vandaag wat snoepjes uitproberen? En we gaan het ook op TikTok plaatsen, dus als je het op TikTok wilt zien, dan kan je ook gewoon op TikTok kijken. Ja, oké, we gaan dus beginnen met Mike en Ike. Mike en Ike, Original Fruits. Dit gaan we als eerst proberen. Dus daar komt hij. Ik ga hem even openmaken. Let's see. Ja, tel maar af. Zo ziet het eruit dus. Zo ziet het er dus uit. En nu gaan we ze nog proeven. Ja. Oké. Okay. Ik wil rood, ik wil rood. I want to have red. Jay wil rood, die wil altijd rood uitproberen. Zal ik toch groen uitproberen? Ja, omdat ik rood altijd het lekkerste vind met alle snoepjes. Mmm. Is gewoon lekker. Ja, echt lekker. Wil ik andere? Vind je ze echt lekker? Ja, ik ook. Zo, die rode was echt lekker. Die oranje is lekker. Ja? Ja. En ook groen en geel even uitproberen. Oranje is ook echt lekker. Ze zijn wel verschillende smaken, maar ze zijn wel gewoon lekker. Geel? Zeker. Ananas. Geel is ook lekker. Ja, het smaakt een beetje naar... Gaan ze nou allemaal opeten nu? Iets zuur, ja. Nee, we laten wel een beetje over. Oké, deze is echt weinig. Groen is echt vies. Ja, groen vond ik ook vies. Groen vond ik ook echt vies, maar de rest vond ik wel lekker. Nu gaan we Airheads uitproberen. En nu kijken hoe het smaakt. Gaan we ze even openmaken. Wacht even, ik moet hem even afbreken. Wacht even. Hij ziet er lekker uit. Ik wil even laten zien eerst. Ja. Dat is echt een mooie kleur. Afbreken voor Jane. Ik denk dat hij meer rood is. Ik weet niet. Nee, het is gewoon roze. Ik weet niet. Een erg groot stuk. Echt lekker, hè? Zuur. Ja, maar. Het is wel lekker. Ah, ik ga het niet meer. Ja, hij is wel zuur. Hij is wel zuur, maar hij is wel echt lekker. Ik ga het alleen niet meer opeten. Nee. Nee. Maar het is wel lekker. Zet het hier op. Zet het hier op. Hij is zeg maar wel zuur, maar hij is wel lekker. Dit zijn Zwissels. Originals. Originals. Kan je snoepjes met hartjes. Ja, ik moet even kijken. Dit maar vroeger denk ik. Ik ken het volgens mij nog van vroeger. Ik kom er zo bekend voor. Maar dit gaan we eens uitproberen. Renisha heeft het al opengemaakt, dus hij heeft het al uitgeprobeerd. Ja. Hij vond het wel lekker. Dus maar ik heb espresso niet uitgeprobeerd, dat ik het echt wel samen met Jane wilde doen. Ja, toch? Oké. Okay. We gaan ze even openmaken. Heb je niet één van mij gepakt? Jawel, we gaan hier, er zit heel veel in. Ik van die hartjes. Ik krijg het er niet uit, man. Kan je me helpen? Wacht even, schat. Ik doe wat deze. Kijk, het zijn van die hartjes. Nou, lekker. Ja. Het lijkt een beetje op die... op die armbandjes. Als het koud, dan is het een beetje zuur. Weet je die armbandjes wat je hebt? En het zit met zo'n touw vast, die snoepjes. Die kapot moet bijten. Daar lijkt het een beetje op. Nou, ik moet wel zeggen dat ik ze hem... ik vond het wel lekker, maar ik vind ze wel een beetje zuur. Dus ik zou niet heel veel ervan gaan opeten of zo. Maar het is wel lekker. Het is ook niet vies. Dan gaan we door naar de volgende. Oh, in love. Hij staat in love. Jellyfruit. Uitproberen. Hadden we vorige keer ook al gedaan. Maar dit zijn weer van een andere winkel. Dus misschien smaakt het anders. Ik weet het niet. We gaan het even zien. En ze zijn nog, sommige zijn van andere vormen. Maar deze zijn ook wat kleiner. Die anderen waren veel groter. Ja. Ik ga deze twee uitproberen. En Jane, die twee. En deze laten we voor de boys. De jellyfruit zijn zo om zo te bijten.
Nee man, deze kan je gewoon zo bij. Ik ben bang. Dadelijk deze kan je gewoon hier. Dadelijk gaat het pijn doen. Deze kan je gewoon hier openmaken ook. En dan... Maar deze kan je dus hier openmaken als het goed is. Dus kijken. Wacht even. Ah, die kapot? Nee. Krijg jij hem open? Doe het verkeerd of zo. Pak een schaar. Hè? Oh. Nee. Het gaat weer spuiten hoor. We gaan het even op deze manier proberen. Dit is gewoon een sapje. Dit is gewoon een soort van een drankje. Dit is geen jellyfruit. True. Dit is heel zuur. Dit is echt zuur. Dit is echt vies. Het lijkt me gif. Maar dit was echt zuur. Dit is gewoon een drankje. Moet je dit niet in? Eeuw, deze was echt vies. Boven de tafel, want het gaat echt. Hoe vind je het? Ook vies? Ja, deze is ook echt vies. Pak het bordje daarvan, ga je. Ik zet even boven de tafel doen. Ik ga die gele even proberen. Oh, het lekt gelijk. Oh, ik vind deze ook echt vies. Oh. Deze is echt vies. Ik geef dit niet aan hem. Dit gooi je dit gelijk weg. Oh, nee. Ik zeg jullie echt heel eerlijk. Ik vind de jelly fruits die je kan poppen, is echt super lekker. Maar dit is zo vies. Ik weet niet of ik het verkeerd heb gedaan, maar ik zeg jullie eerlijk. Deze vind ik vies. Ja, dit gaan wij dus niet meer doen, deze. Zie, kijk, het lijkt wel gewoon een drankje. En als jullie meer willen, laat weten in de reacties. En dan gaan we misschien wel meer doen. Gaan we meer snoepjes halen. Dit is het dus. Ik dacht echt, als je oprecht, als je het gewoon ziet. Kijk. Als echt, als iedereen in de reacties zegt dat we meer video's van dit moeten maken, dan gaan we ook meer video's van dit maken. Ja. En echt, het, oprecht, het zit zo... vol, dat het lijkt alsof het zeg maar om te poppen is. Dus als ik nou nu had gepopt, dan was alles hier, zat hier alles hier helemaal vol. Maar op een of andere manier had ik gewoon zoiets van het doen. En die jellyfruit ding? Die was wel echt gewoon jellyfruit. Ja, maar die kon je echt als het zo poppen. Ja, maar dat is zo echt blubberig. Ja, dat is gewoon echt jellyfruit. Dit is gewoon vloeibaar. Het is gewoon gekke water, hè? Oh. Dit is gewoon echt, het smaakt echt naar deze allemaal wat we hebben geproefd. Smaakt echt naar gif, ik weet niet. Zal ik deze ook maar gewoon even proberen voor jullie? Mijn buik is helemaal van slag. Ik heb ook echt kotsneiging. Oh, die oranje. Oh, die paars is vies. Die paars is zo, oh. Ik heb echt één klein beetje... Oh, wacht even. Ik kan even gaan wachten. Oh, vies. Ik heb echt zo'n klein drupje gedronken. En ik vind het echt vies. Het smaakt echt naar hele vieze medicijn. Antibiotica of medicijn. Ik weet het niet. Ik ga eventjes een snoepje... Ik ga een chocolaatje in mijn mond doen. Het smaakt misschien wat beter. Maar goed, als jullie het leuk vonden deze video... dat wij snoepjes hebben uitgeprobeerd... Laat ons zeker weten. En vergeet zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien jullie de volgende keer weer. Later.